En de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Zal ik het nog een keer zeggen? Ja, voor de jingle. Even stil. Komt hier voor de jingle. Vrienden in Breda, dit is een tip voor jullie. Ja, een tip. En onthoud hem goed. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste verrichtingen van NAC? Dat kan. Donderdagavond van 8 tot 9 is er NAC-praat op Breda Nu. We bespreken actuele nieuwsitems en je krijgt de laatste informatie over NAC Breda. Godver, hebben wij een tellenberg niet? NAC Praat wordt iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van S en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAC Praat, jouw NAC nieuws. Elke donderdag op Breda Nu. NAC Praat wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAC Praat. Ja. We zijn er weer. Mooi. Moest met de keeltjes, jongen. Ja, het gaat wel. Ja. Wat een historische wedstrijd, zeg. Goeiedag, zeg. Donderdagavond 13 februari. De dag na. Ja, the day after. The day after. Ja, maar dan een Duits, hè. Maar dan een Duits. Ja. Thee met honing vanochtend. Ja. Mijn god, ik heb de hele dag al het idee dat ik de baard in de keel heb. Maar mijn stem misschien niet zo. Sweet loving. Ja. Sexual healing. Maar mijn god, jongens, wat was het? Apotheose. Ontlading. Deze hadden we. Kijk, dit is. Maar wij noemen onszelf altijd de mooiste kutclub van Nederland. Hè? Maar ja. Dit zijn toch wel weer van die momenten. Ja. Zeg maar, van alle ellende die je door het jaar heen over je heen krijgt. Dan zijn dit toch wel weer de momenten waarbij je onwijs kan optrekken. Ja. En in één keer weer, je weet gewoon weer in één keer waarom je daar iedere wedstrijd zit. Hè? Ja, en waarom je ook niks overslaat. En de media bevestigt het ook. Hè? Je ziet allemaal van die krantenkoppen van AD en VI en zo. Crisisclub, NAC, bekerstunt. Ja. Ja, nee, het is een wereld van uitersten. Zo. Als het kut is, dan is het ook volkomen kut. Ja. En als het goed is, dan is het ook echt het einde van de wereld. Fantastisch. Het is ook een vreemd seizoen, hè? Met enorm veel hoogtepunten. En maar trouwens ook heel veel dieptepunten. Ja, zeker. Nee, ik heb bijna alle kanten naar zo. Blijft ons niet bespaard. Nee. Ja. Maar het was wel een historische overwinning. Ja. Mensen met een beetje voetbalkennis, hè, die zagen natuurlijk die 1-3 al wel aankomen. Dat is alvast even een voorsprongetje op wat zo meteen komen gaat. Ja, daar hebben we straks wel over. Er valt wel veel over te zeggen over die wedstrijd. Ja, dat vind ik. Maar ik denk dat toen wij. Ik moet ook wel zeggen, dat stadion naar dat dak eraf. Ja. Dat heeft wel wat, hoor. Dat heeft een beetje een Zuid-Europees toe gedaan. Alsof je op een of ander Canarisch eiland. Maar de temperatuur. Het is een beetje Europees voetbal. Ja. Alleen de temperatuur klopt niet. Nee. Maar ik denk serieus, als je daar in de zomer staat. Ja, dan kan je zo helemaal weg. We waaien zo de Middellandse Zee in. Nou ja, maar ze hadden van die windschermen daar neergezet. En achter ons op de tribune. En dat hield best wel. Ja, dat klopt wel. Ja. Oké. Ja, nou ja, nee, dat werkt. Dat zat er ook al in. Ja. Maar verder alles vanochtend goed gegaan. Allemaal gefeliciteerd geweest en zo. Ja. Ik heb mensen uit Alkmaar tegengekomen. Vannacht door de samenvatting zitten kijken. Dus, ik ook. Ja, diverse. Ja, die heb ik zelfs meerdere keren teruggekeken. Mijn vrouw die kwam thuis van het werk en zei, kom, we gaan nog maar eens even de samenvatting kijken. Ja, bij ons op het werk, onze afdelingskruiken, die kwamen met pijn in het hart, kwamen ze me feliciteren ook wel. Ja, ik begon vanochtend al met een vergadering. Met een fakkel. Ja. Nou ja, serieus. Midden in het kantoor. Ik had zo'n overleg, zeg maar, met evenementen en zo. Jij stond het verkeerd te regelen met fakkel. Nou ja, ik had, links van me zat de politieagent, rechts zat de brandweerman. Oh. En ik had nog een fakkel in mijn binnenzak. Yeah. Dat was... Dat hadden ze niet moeten weten. Het was stel voor geweest dat ze me af had laten. En dan binnen, hè? Ja, precies. Dan zo in je jas doen en dan aan de politieagent zijn van kreeg ze aan de touwtje. Dat is niet mijn schuld. Nou ja, ik had ook wat pennen in mijn binnenzak. Dus ik pakte bijna de verkeerde draad. Oh, dat is niet handig. Nee, ik moet zeggen dat het deed vanochtend wel pijn toen de wekker ging. Oh, mijn god. Ja, dat was goede pijn. Zo. Nou, ik werd om 7:00 wakker gebeld. Oh, jij want onze collega's van Omroep Brabant, die wou ook nog even weten hoe het met me ging. Ja. Ja. 7:05 nog even een interviewtje gehad met Omroep Brabant. Maar dat is met Koen Wijnald te hartstikke. Mag ik daar toch wel van zeggen? Ja. Besteed je nu wel aandacht aan NAC? Ja. Nou ja, de verslaggever Koen Wijn, de reporter, de DJ daar ter plaatse, die zei toch, die verontschuldigd van het is en weer gedegradeerd. Dus ja, dan doet Omroep Brabant er ook weer wat minder aandacht aan besteden. Dus hij deed zich nog wat lichtelijk verontschuldigd. Excuseren. Ja, en zo hoort het ook. Zo moet het van dit soort toppertjes hebben om eens een keer weer wat aandacht shining momenten te hebben in het oosten van Brabant, zeg maar. Waar die center voor is. Zeg Leon, zullen we het draaiboek even doornemen? Ja, laten we eens kijken waar we allemaal op terug gaan blikken. Ja, Marcel. Uiteraard gaan we terugkijken naar de wedstrijd, de historische wedstrijd van gisteravond uit Bazet. Maar ook, we hebben nog een wedstrijd daarvoor. Ja.
Die is bijna, bijna iedereen al vergeten. De thuiswedstrijd tegen Top Os. Ja, ja. Ook een topploeg, hè? Een topper van de week. Dat was eigenlijk nog beter. Ja. En daar gaan we natuurlijk ook even naar kijken. Oh. We gaan het hebben over Willem Wijs. Die zegt van, ik wil geen trainer meer zijn van Jonge NAC. Hij heeft een bijnaam, hè? Ja, Weigerwijs. Weigerwijs. En wat daar allemaal mee aan de hand is. Weigerwijs, ja. En wat er allemaal al over gezegd is. Ja. Ook op de voorraad is daar namelijk over gesproken. En wat Jibana daarvan vindt, hè? En dat is nog wel een mooie reactie ook. Dan gaan we een lekkere Duitse reactie. Ja, Duits. Daar kan weinig twijfel over ontstaan, zeg maar, waar erin staat. Onomwonden. Ja, en de grappaton, ik heb nog niet gezien wat erin zit. Veel ex-NAC. Ja. Uiteraard wil NAC-jeugd verzorgd door onze jeugdreporter, radreporter Peli. Ja. Waarvoor weer grote dank. Heel goed. Die zit weer goed vol. Ja. En we kijken vooruit naar de wedstrijd van aanstaande maandag. Jong. Dus niet morgen, maar maandag. Dan is het Jong Ajax tegen NAC. De Ajax-jugend. Ja, ja, de jugend van Ajax. Ja, van Ajax. Ja, die. En daar gaan we dus naar vooruit kijken. En hoe dat allemaal zit. En de Nostradamus en zo. En dat soort dingen. Ja, overigens, als je van het weekend niks te doen hebt. Koop een boot. Nee. Oh, ja, die kun je gewoon kopen. Kun je gewoon kopen, hè? Ja, en je kunt ook naar de kapper. In Zundert. Ja, in Zundert. Ja, er zit een hele goede kapper. Ja. Ja. En als je dan die boot hebt, kun je hem neerleggen in de jachthaven. Ja, ik vraag me toch af hoe het is bij hashtag bij Thierry op het werk. Ja, ik heb dus net nog even contact met hem, maar hij zit er nog steeds, dus het is druk. Ja. Dus als je een boot wil kopen, doe het snel. Ja, en doe het vooral bij Thierry. Ja. Want daarmee ga je niet het schip in. Dat komt waarschijnlijk door de reclamebericht wat onlangs op de rad.nl stond. Precies. Ja, ja. Hij wilde hier eigenlijk langskomen, maar ik zei, je kan aanmeren hier zo aan de haven bij het suikerfabriek. Ik zei, dan is het een klein pittoresk wandelingetje hier naartoe. Maar ja, helaas, hij heeft het zo druk dat hij schuift binnenkort. Ja, ze hebben zelfs een boot en die heet Bavaria. Hey. Ja, of de heen en weer. Ja, nee. Die vaart naar Volendam. Ja. Ja. Nee, goed zo. Leuk man. Hey, om in de Duitse sfeer te kunnen. We zijn vorige week al een beetje een Duitse uitzending. Ja. En dan dachten we toch een beetje een ode aan onze vriendelijke Duitser Peter Hiballa willen schenken. Oh. Hebben wij hier immer Hansi. Ja, de Reunie. De Avoski officieel. Alsjeblieft, als ik hem aankrijg. Hè, want hij is al begonnen, maar... Hij moet wel... Oh nee, ik heb de jingle pad aan, jong. Dat gaat toch allemaal niet, jongens. Hij gaat helemaal niet aan, jong. Hij gaat helemaal niet aan. Dan moet je zingen. Nee, dan ga je toch een andere horen, jong. Ik zeg, hij doet het niet. Nou, hij hoort te werken, maar we doen het gewoon met een die. De originale. Originale, Jacques Herp. Jacques Herp. We gaan het door dit mooie plaatje niet verder erin praten. Zometeen terugblik naar twee hele mooie wedstrijden.